Welkom bij weer een nieuwe aflevering van The C-Section. En dit keer, ik ben er alleen, want Eva is aan het bevallen op dit moment. Maar niet heus! Oh, wacht, ik moest pas als je ging stoppen met praten. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van The C-Section, oftewel de comment sectie. En dit keer ben ik maar alleen, want Eva heeft ontslag genomen na de laatste aflevering. Maar niet heus, hier ben ik! Je moet zeggen, je mag nu komen. Ja, oké. Eva, wat heb je deze week meegenomen? Ja, ik heb weer een hoop kunnen vinden. Ik vond deze persoon wel grappig. Ons eerste thema is... Ja, okay. Volgens mij heb je al 2 glazen op. Dat is ook waarom je zo vreemd doet. Maar goed, Anna Nushin is mijn onderwerp 1. What happened? What did she do? Nou, er zijn eigenlijk een soort van meerdere dingen die ik even grappig vind om te benoemen. De eerste daarvan is... Iemand had haar benaderd en gezegd, ik kan mooi tekenen. Als ik je nateken, wil je dat dan misschien in je story posten? Ja. Hi, lieve Destiny, wat te gek. Doe je de vormgeving dan helemaal zelf? Ja, dat zou ik onwijs leuk vinden, liefs. Vervolgens stuurt zij die foto met, nou, ik hoop dat je het mooi vindt. Mijn Instagram is @blablabla, kan je me taggen. Nooit meer wat gehoord. Ja. Vervolgens ook geblokt op Instagram. Nee. Ja. Ook nog in de DM van, nou, vraag je, vind je de tekening mooi? Ja, Anna, dat, you blocked her. Ja, dat kan natuurlijk niet, maar... Hoezo? Vind je het niet mooi? Nee, nee, ja. Ik snap misschien wel... Nee, sorry. Bitch. Ja. Wat kan jij beter tekenen dan een stickfiguur met een zonnetje en een wolkje? Dat is waar. Kan jij dit beter? Nee, oké, het is echt mooi getekend en afspraak is afspraak. Ja, kan echt niet. Maar goed, dat was even een kleine side note. Want verder was ze natuurlijk de gast bij Farming Not Sorry. En mensen hadden wel weer het een en ander te zeggen over haar. Haha, anders wil je even opvallen met je tepels in plaats van je tekst. Met je tepels? Ja, ik moet even een foto in. Want in dat, ze had dus een topje aan waarin je haar tepels heel erg zag. Love it. En natuurlijk, precies. Natuurlijk vindt het halve internet dat we zo erg dat we wat tepels zien. Maar grow up. Ja, kom op. Ik bedoel, wat is er mis met tepels? Kom op. Whip out a titty, come on girl. Oké. Okay. Nee. Ze is wel echt een slachtoffer, hè? Mensen vergeten dat deze communicatie heeft gestudeerd en donders goed weet wat ze doet. Dat Yvonne haar gewoon geëxposed heeft. Yvonne is de tekenaar. Nee, Yvonne is lijf of Yvonne. Oh ja? Daar, ging daar het kan over. Ze niet tegen, hè? Farr blijft letterlijk en figuurlijk reten likken. Ja, want daar ging het dus over dat Anna Nushin het vond dat ze gepest werd. Gepest werd? Ja. Zei ze dat? Ze werd geëxposed natuurlijk door Life of Yvonne. Ik vind haar sowieso een beetje vreemd. Zij is sowieso een beetje shady. Dat is dus wat hij zegt. Ze weet donders goed wat ze doet. Maar ik ga Anna Nushin niet al te hard bashen, want ik vind haar wel gewoon een businesswoman. Is ze ook. Maar het is niet netjes. Laat in ieder geval even wat van je weten. Dus Anna, als je dit ziet, laat even wat van je zo weten. Ja. Please do that. Als Anna nou eens begint met gewoon Nederlands te praten, komt het al een hoop geloofwaardiger over allemaal. Ja, het is natuurlijk helemaal een trend, net als Selma Omari ook altijd doet, om een beetje international te praten. Eerlijk. Ik doe dat ook wel, maar de laatste tijd betrap ik mezelf erop en toen dacht ik, oh, ik moet dat echt niet meer doen. Ja, maar... Want ik irriteer me echt heel erg aan die mensen die de hele tijd, ik liet het er staan en I'm like, you know. Ja, en ze had de audacity. Ja, maar dat vind ik ook altijd leuk om te zeggen. Die audacity! We zijn het er niet over eens. Sommige mensen vinden het kut, sommige mensen, ja. Toch of wel? Nou ja, ik vind die nieuwkalism een beetje salty. Laat mensen lekker Engels praten als ze Oké, nu is mijne. Ja. Nu is mijne. Ik zie het al staan. Oké, van waar de attitude? Nou, omdat ik gewoon weer vind dat dit weer zo'n BN'er is, noem ik het maar even. Explain. Ik vind BN'er sowieso Want echt wel wat zijn wij dan? Nee, ik vind... Wij zijn dan ZN'er. Ja, je kunt me volgen via Eva onder een streepje. Jamal Ali zijn. Een filmpje. Dames en heren, ik heb verrassing voor Morena. Kijk eens. Oh, zo lief. Macho dag Morena op de boom. Ja. Oh, zo lief. Ik krijg gewoon kippenvel hier, letterlijk. Oh, zo lief. Macho love Morena. Hele boom verpest. 17md.iq, true. Toch? Die fucking hele boom is gewoon verneukt. Ja, ik ben... Stel, je bent boswachter, je loopt door het bos heen en je ziet dat staan. Nou, ik denk eerder met dat handschrift. Hallo, straks legt die boom het af. Het gaat dan niet best met de opwarming van de aarde. Oké, calm down, girl.
Stem voor Partij van de Dieren. Kuba0228. Bedankt voor het martelen en vermoorden van de boom. Ja, dit zijn allemaal Partij voor de Dieren stemmers. Haram Ben Yemandem. Jezus. Waarom praat ze als een zesjarige? Haram Be My Mandem. Oh. Waarom praat jij als een zesjarige? Dit sloeg op Morena en jou. Oh, waag het niet om mee te vergelijken. Wat? Zei niet iemand een keer op straat dat je leek op wie ook alweer? Beyoncé? I get it a lot. Nee, I get it a lot. Ja, jullie zijn jaloers omdat het goed gaat met haar. True, preach. Grapje, weet ik veel. Ken je Morena niet? Jawel, zij is echt... want ze ging toen nog bij Funix, ging ze nog zingen. Heel vaak. Ja, ja. Ja. Alles wat ik wil. Alles wat ik wil. Nu heb je net gemist dat ik zei tegen Jamal dat hij met zijn grijpgrage handen van me af moet blijven. Ik ben gay. Oh. I would never touch you. De familie Meiland heeft een nieuw programma genaamd Chateau Bijstand. Hebben zij een nieuw programma? Ik dacht dat zij gecanceld waren. Als er maar sensatie is. En nu in Chateau Bijstand gaan zij in de bijstand leven. En daar wordt natuurlijk dan weer een programma over gemaakt. Nee! Ja, en de mensen op Twitter, die vinden daar wat van. Heb je een filmpje? Nee, ik heb geen filmpje. Waarom is het geen filmpje? Ja, ik kom nooit met die filmpjes. En jij komt altijd met die filmpjes. Kan er een filmpje alsnog inkomen? Hier komt een filmpje van Chateau Bijstand. Ja, maar waarschijnlijk is dat weer auteursrechten of zo. Ja. De familie Meiland gaat een maand lang leven in de bijstand. Wendel van den Burg. Volgens mama heeft de familie Meiland de lampen en het droogrek van oma, die in december is overleden, gekocht in de kringloop. Ja, dit was dus wel grappig. Wat is er mis met de kringloop? Nee, maar ze moesten... Ik kom daar wel eens, ja, hoor. Ik kom daar ook wel eens. Eva komt daar Ik niet. Kom daar vaker dan jij. Dus deze man, die heeft even wat research, denk ik, gedaan. En gezien dat die lampen die ze zogenaamd bij de kringloop hadden gekocht en het droogrek gewoon van hun oma was, die in december is overleden. Oh, ze hebben het gescamd. Ja. Vinden... Chateau Bijstand en Meiland vinden dit dus een kleine sociale huurwoning. A17,50 per maand, 4 slaapkamer en 149 vierkante meter. Ik gun ze van harte een flatje 3 hoog achter zonder lift. Oh, mooi huisje hoor. Ja, maar dat is het dus. Dit huis is dus zogenaamd bijstand. Heb jij ooit zo klein gewoond? Oh my god, donder op. Ik woon letterlijk op 50 vierkante meter. Je probeert mij weer te framen. Ik word weer geframed hier. Ik ben er om ze af te zeiken, want ik mag die familie niet. Ik wens ze echt alle ellende toe op financieel gebied. Kijk, nou dat is nog... Ja. Kijk, oké, ik dacht alle ellende toe. Ik dacht wow. Maar op financieel gebied. Maar ik vind wel, zeg maar, al die programma's en zo... Quit it, nou ja, please. En ik vind gewoon van iemand, zeg maar, van armoede iets grappigs maken. Dat vind ik nooit echt... Leuk, snap je? Dat doe jij vaak. Achter de schermen dan, hè. Maar hier is je heel intensief altijd. Donder alsjeblieft op, nee. Chateau Bijstand, een programma wat showt met armoede. Per aflevering 35.000 euro krijgen. Ik vind het om te kotsen. In armoede leven is echt ziekmakend. Oh my god, 35.000 per aflevering. Dat is wat disturbing, hè. Dan zitten zij dus in een huis waar ze dan wat doen wij hier nog? Gaan leven. Ik ga er vandoor, joh. Nee. Als ze een programma over jouw rijke leven zouden maken, zou je dat dan wel? Zou je dat dan ook doen? Of? Als ik rijk was, zou ik hier niet zitten. Grapje wel, ik vind dit hartstikke leuk om te doen. En er is gratis chips. Oké, we gaan naar mijn topic. Ja. Gio en de Zwerver. Tuurlijk, weer zo'n figuur. Ze waren onderweg. Ja, een filmpje. Ik doe die dingen. Dan nog een flesje water, dus Gio die loopt er even naartoe zoals je ziet. Ja. Ja, ik ben echt wel janken, man. Het liefst pluk je hier iedereen van de straat en help je iedereen, maar dat... Wat? Dat kan, ja, dat is gewoon niet te doen. Hè. Je doet het ook maar je best. Je moet iemand zijn dag waarschijnlijk weggemaakt. Ja. Nou, sorry, wat gebeurt hier? Hij zag dus een man en die ging je dus even een flesje water geven. Een dakloze. Ja, zij zit toevallig natuurlijk te filmen. En hij stapt terug in en hoor je hem ook gewoon zo zeggen, zag je het? Oh. Kijk maar. Een flesje water, dus Jerry loopt er even naartoe zoals je ziet. Nu. Ja. En ik snap, je kan niet iedereen die je tegenkomt, kun je van alles geven, maar kom op. Als mensen echt om eten vragen of zo, nou, dan haal ik soms wel eens even een broodje. Ja. Maar dan ga ik toch godverdiend met een camera bovenop die man die daarom vraagt. Dat ga je toch niet op het internet zetten van... Hey, ik heb even net een broodje gehaald voor deze man. Maar hij doet wel weer iets goeds. Hij geeft hem wel een flesje water. Waar. Dus mensen kunnen wel zeiken aan de ene kant, maar hij doet wel wat. Ja, maar ik vind het gewoon jammer om te zien dat al die bekende mensen dat dan altijd zo moeten laten zien, zeg maar. Heb jij wel zo'n flesje water aan?
Ik zal jou vertellen dat ik laatst helemaal naar de pinapparaat ben gegaan om geld te pinnen. En toen daarna, dus ik had geld gegeven en een flesje water. En daarna dacht ik, kut, ik heb letterlijk waarschijnlijk haar drugsverslaving nu net gefinancierd. Dus dit was jouw liefdadigheid? Nou ja. Je zegt net, ik ben naar de bank gelopen en het is waarschijnlijk een crack junk. Nee. Mijn moeder zei, de intentie is erachter. Oh, dus je hebt wel iedereen erover verteld. Nee. Laten we doorgaan naar de comments. Donderop. Jamie onderstreepje P onderstreepje Parry. Sorry, maar dit vind ik best triest. Ik vind het best normaal als je arme mensen hulp geeft en deze man wordt emotioneel door een flesje water. Ja, maar dat bedoel ik dus. Dit is waarschijnlijk de eerste keer in zijn leven dat hij zijn mouwen uitsteekt voor iemand anders. Damn! Nou, oké, ik moet niet te snel oordelen. A few moments later. Oké, ik ga jullie iets zeggen. Ik had dus in groep 3 van mijn basisschool had ik een goed doel gestart. En iedereen kon lid worden en voor 1 euro. Dus ik heb niet echt voor hoge bedragen opgelicht. En mijn intentie was oprecht om het aan het goede doel te geven. Maar ik had zeg maar zo'n zakje met muntgeld en toen heb ik oorbellen gekocht bij de This Is It. De humanitaire Eva. Hey. Hallo, als je bij mij zat in groep 3 en je kan je nog herinneren dat je lid bent geworden, dan kan je me best bellen, krijg je die dit euro terug. Dit is waarom ze jou niet hebben gebeld. Ik had 6 euro. Dit is waarom ze jou niet hebben gebeld voor die Giro 555 actie. Please, forgive me. Gemmershots NL, flesje Gemmershot moest je geven. Oké, Gemmershot NL. Gembershotjes zijn fucking ranzig. Ja. En het meest zielige wat je kan doen, is jouw smeren shit aan een zwerver geven die dorst heeft. In ieder geval, deze guy zegt, gelukkig hebben ze wat wel... Wat hoorde ik? Ik heb mijn telefoon op stil. Ja? We krijgen berichten van de camera, vrouw. Het is een pik! Ilias Soe. Dag gemaakt met water, hodé. Ja, dat zeg ik dus. Je kan in Nederland gewoon overal op straat heb je toch van die kraantjes met water waar je gewoon gratis water kan halen. Oh ja, Eva denkt weer, stel overal van die pijp met water. Waarom doen ze dat in Afrika ook gewoon niet? Nou, niet overal in de wereld heb je van die paaltjes waar water uitkomt. Nou, dat is nou het gehele fucking probleem, Eva. Nou, hier in Amsterdam heb je gewoon van die paaltjes. Daar ga ik zelf ook wel eens naartoe als ik dorst heb. En hier in Amsterdam heb je van die pijpje en dan kan je even een flesje bijvullen. Dan kan je... Het heeft even geduurd, maar we zijn eruit. Wie deze week kans maakt op de Troll Award. Dit zijn de comments in de ranglijst tot nu toe. En eentje die we daaraan gaan toevoegen, ze waren mild vandaag, maar is van Gembershots NL. Ja, want dat is echt gewoon diep triest. Je kan geen gembershotje aan een dakloze geven die dorst heeft. Dat is echt walgelijk. Ik moet echt kotsen van gembershots. Even serieus. Nou, ik vind gembershots wel prima. Dit is dus geen promotie. Want... Het is walgelijk! Nou... Dus Gembershots NL met de comment, flesje Gembershot moest je geven. Op welke plek vind je dat hij moet? Ik vind Gembershot zo goor dat ik hem de derde plek geef. Dat is letterlijk de laatste plek. Ja. Oké. Okay. Nou, dat was hem voor deze week. Fijne dag nog. Oh, vergeet niet te liken en te abonneren. Subscriben. En te trollen. En te trollen, want anders hebben wij geen baan meer. See y'all next week. Tot volgende week. Nou, at the mite. Cheers.